Ik ben Victoria Pelova. Op deze foto ben ik 10 jaar oud en speel ik in de D1 van Concordia. En hier begon het allemaal. Ik ben begonnen met voetballen toen ik 7 was, in de F'jes. Dus volgens mij ben je dan 6, 7 jaar. En ik was de hele tijd op straat aan het voetballen. Met een van mijn beste vrienden toen. En toen gingen we allebei eigenlijk gewoon naar dezelfde club, naar Concordia. Ik heb eigenlijk altijd ben ik goed ontvangen hier. En iedereen nog steeds is super trots op mij. En iedereen, sowieso met mijn vrienden die ik sinds de F'jes al, waar ik al mee zit te voetballen, is altijd wel leuker is. En de rest om ons heen hier op de club was ook allemaal super positief. En ik heb hier ook getennist, dus ik ben echt wel een kind van de club een beetje. Oh, ik was echt gewoon net een jongen. En dan had ik ook echt kortpittig kapsel. Nee, ik was echt gewoon een van de jongens. En de jongens merkten ook niet echt verschil. Ik bedoel, we vonden allemaal voetbal leuk en dat was gewoon ons ding. Nou, ik wil eigenlijk altijd gewoon bij Barcelona voetballen, bij de mannen. Ik wilde gewoon met Messi voetballen en Iniesta en Xavi. Dus dat was mijn doel. En met vrouwen voetbal was ik helemaal niet mee bezig, moet ik eerlijk zeggen. Ik wilde gewoon wel bij de Ajax-mannen ook voetballen. Met Eriksen, ik was echt fan van Eriksen. Mijn moeder zei altijd dat bijvoorbeeld in de eetjes dat de tegenstanders dan zeiden, oh meisje, meisje, weet je wel, een beetje neerbuigend. Daarna, als het spel was begonnen, dat zeiden, pak dat meisje, dus en ook bijvoorbeeld, ik heb ook wel eens ruzie gehad op het veld met andere gasten als je ouder dan wordt, maar dan, de rest van het team staat dan altijd wel bij je, dus het voelt gewoon altijd super vertrouwd bij ze. Ik vond het dus best wel een moeilijke stap om naar de vrouwen toe te gaan, omdat echt, het zijn gewoon mijn beste vrienden allemaal, en dan ga je opeens weg van hun, dat vond ik best wel stom. Ja, ik wilde wel altijd de beste zijn, maar dat wilde ik bij de jongens, wilde ik bij meisjes ook altijd. Dat is gewoon, dat zit gewoon in me. Ik bedoel, ook als een mens erg je niet spelen, dan wil ik ook van je winnen, Victoria Pelova, groot talent en deze zomer onderdeel van de Oranje selectie op het WK in Frankrijk. Ze heeft zich vandaag verbonden aan Ajax en tekende in de Arena een contract voor 3 jaar. Ja, dat was echt wel vet. En ook gewoon dat je daar in het stadion je contract mocht tekenen. En ook bijvoorbeeld nu dat je soms de mannen ziet trainen naast je. Ik vind het gewoon heel leuk. En ik vind shirtjes zo mooi. En ik heb zelf thuis ook shirtjes van Ajax met Victoria erop. En Eriksen. En dan heb je eindelijk gewoon je eigen shirt. Echt gewoon waar je echt in kan voetballen. Zo. Mijn moeilijkste moment in de carrière, dat is voor het WK. Ik zat er echt zo dichtbij. En toen raakte ik geblesseerd aan mijn schouder. En toen moest ik 4 maanden revalideren. En het was echt net aan of net niet aan of ik mee kon. Ja, ik was gewoon toen zo gedisciplineerd en ik had maar één doel. En toen ik dan werd gebeld, dan vond ik het toch wel spannend. Want ik wist, oké, ik ben fit. Maar dan denk je nog, oh, straks maakt ze toch een andere keuze. Want ze heeft me wel 4 maanden niet meer zien voetballen. En ik was gewoon niet wedstrijd fit. Ja, dat was wel spannend. Ik studeer technische wiskunde. En ik doe voornamelijk alles vanuit Amsterdam. Want ik woon in Amsterdam, want ik train zoveel dat ik eigenlijk amper de kans heb om heen en weer te gaan. Dus ik doe vooral alles online, gewoon collegerama's. Maar het is wel zwaar en ik denk dat het altijd handig is om een studie ernaast te doen. En als het kan, waarom niet? Nu ik nu nog in Nederland zit, ik bedoel, in het buitenland kan het misschien anders worden, maar nu is het nog te combineren, dus waarom niet ook. Jij bent onderdeel van de geschiedenis van Concordia natuurlijk. Ik ben nog niet eens kampioen geworden met Ajax. En nu gaan we dit jaar Champions League spelen. En ik wil ook gewoon uiteindelijk wel basis spelen. Op bijvoorbeeld een WK, EK, Olympische Spelen. Ja, dat is wel mijn doel. Dus ik ben er echt nog lang niet. Ik ben echt nog echt een beetje aan het begin.